Al gauw kwamen er twee kinderen. Ze waren broer en zus. De jongen heette Toto, zijn zusje heette Marietje. Ze liepen rond en zochten afgevallen kokosnoten, maar ze vonden er niet één omdat de reuzenkrokodil ze allemaal had opgeraapt. Oh, kijk eens, riep Toto. Die boom daar is veel kleiner dan de andere en hij zit vol kokosnoten. Ik denk dat ik daar best in zou kunnen klimmen als jij me helpt met het eerste stukje. Toto en Marietje holden naar wat ze hielden voor een klein kokospalmpje. De reuzenkrokodil tuurde door de takken en zag ze steeds dichter en dichter bij hem komen. Hij begon te likkebaren en kwijlde van opwinding. Plotseling klonk er een geweldige sjoes. Dat was Humpy Rumpy, het nijlpaard. Hij kwam met veel gekraak en gesnuif het oerwoud uit. Zijn kop hield hij laag bij de grond en galoppeerde met angstaanjagende snelheid. Kijk uit, Toto, schreeuwde Humpy Rumpy. Kijk uit, Marietje, dat is geen kokospollen. Dat is de reuzenkrokodil die jullie op wil eten. Humpy Rumpy raasde recht op de reuzenkrokodil af. Hij gaf hem een stoot met zijn enorme kop, zodat hij buitelend en tuimelend over de grond rolde. Oh, 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 brulde de krokodil. Help, stop, waar ben ik? Toto en Marietje holden zo hard ze konden naar de stad terug. Maar krokodillen zijn taai. Zelfs voor een nijlpaard is het moeilijk om ze echt te bezeren. De reuzenkrokodil krabbelde overeind en kroop naar de plek waar de kinderspeelplaats was. Nu, slimme streek nummer 2, zei hij tegen zichzelf. Die lukt vast en zeker. Er waren op dat ogenblik geen kinderen op de speelplaats. Ze zaten allemaal op school. De reuzenkrokodil zocht een dik stuk hout en zette dat midden op de speelplaats. Toen ging hij over het stuk hout heen liggen en vouwde zijn poten onder zich, zodat hij precies op een wip leek. Toen de school uitging, holden alle kinderen de speelplaats op. Oh, kijk eens, riepen ze. We hebben een nieuwe wip. Ze drongen er allemaal opgewonden, schreeuwend omheen. Ik ga eerst op. Ik op de andere kant. Ik wil eerst. Eerste. Toen zei een meisje dat wat ouder was dan de andere. Het is wel een beetje een raar, knobbelig soort wip, vind je niet? Denk je dat hij wel veilig is? Natuurlijk wel, zeiden de anderen. Hij lijkt zo sterk als wat. De reuzenkrokodil deed één oog op een klein kiertje en keek naar de kinderen die omheen drongen. Zometeen, dacht hij, gaat een van hen op mijn kop zitten en dan een ruk en een aperen de smikkelen en smullen geblazen. Op datzelfde moment was er een flits van bruin en sprong iets de speelplaats op bovenop de schommels. Het was Huppel de Pup, de aap. Rennen! Schreeuwde Huppel de Pup de kinderen toe. Jullie allemaal rennen! Rennen! Dat is geen wip! Het is een reuzenkrokodil! Jullie op wil eten! De kinderen gilden en renden voor hun leven. Huppel de Pup verdween weer in het oerwoud en de reuzenkrokodil bleef alleen op de speelplaats achter. Hij schold op de aap en waggelde terug naar de struik om zich te verstoppen. Ik krijg steeds meer en meer honger, zei hij. Nu moet ik zeker wel 4 kinderen opeten om mijn buik vol te krijgen. De reuzenkrokodil kroop om de buitenkant van de stad heen, heel voorzichtig om niet gezien te worden. Hij kwam bij een plaats waar ze een kermis gingen houden. Er waren een zweefmolen en een rupsbaan en een schiettent en mensen die popcorn en suikerspinnen verkochten. Er was ook een grote draaimolen. Op de draaimolen stonden prachtige houten dieren waar de kinderen op konden zitten. Er waren witte paarden en leeuwen en tijgers en zeemeerminnen met vissenstaarten en enge draken met rode tongen uit hun bek. Nu, slimme streek nummer 3, zei de reuzenkrokodil en likkebaarde. Toen niemand keek,
kroop hij de draaimolen op en ging tussen een houten leeuw en een enge draak zitten. Hij leunde een beetje achterover op zijn achterpoten en bleef doodstil zitten. Hij leek precies een houten krokodil op de draaimolen. Al gauw kwamen allerlei kinderen het terrein op zwermen. Heel wat holden naar de draaimolen. Ze waren erg opgewonden. Ik ga op een draak, riep een van hen. Ik ga op een prachtig wit paard, riep een ander. Ik ga op een leeuw, riep een derde. En een klein meisje dat Anne heette zei, ik ga op die grappige oude houten krokodil. De reuzenkrokodil bleef doodstil zitten. Maar hij kon toch het meisje op hem zien toelopen. Dacht hij, nu heb ik in één hap op. Plotseling klonk een suizen en ruizen. Er kwam iets uit de lucht omlaag gesuist en geruist. Het was de rolmopsvogel. Hij vloog de draaimolen rond en zong... Kijk uit, Anna! Kijk uit, kijk uit! Ga niet op die krokodil zitten! Anna stond stil en keek naar boven. Dat is geen houten krokodil! Kwinkeleerde de rolmopsvogel. Dat is het echte! Dat is de reuzenkrokodil van de rivier! Je op te eten! Anna draaide zich om en rende weg. Alle andere kinderen ook. Zelfs de baas van de draaimolen sprong eraf en rende weg zo hard als hij maar kon. De reuzenkrokodil schold op de rolmopsvogel en waggelde terug naar de struiken om zich te verstoppen. Hé, hey, nou heb ik zo'n honger! Zei hij tegen zichzelf. Dat ik wel 6 kinderen op kan voor mijn buik vol is. Vlak buiten de stad was een aardig weilandje met bomen en struiken eromheen. Dat heette de picknickplek. Er stonden een paar houten tafels en lange banken en mensen konden er gaan picknicken wanneer ze maar wilden. De reuzenkrokodil kroop naar de picknickplek. Er was geen mens te zien. Nu slimme streek nummer 4, fluisterde hij tegen zichzelf. Hij plukte een prachtige bos bloemen en zette die op een van de tafels. Bij diezelfde tafel haalde hij een van de banken weg en verstopte die in de struiken. Toen ging hij zelf staan op de plek waar de bank gestaan had. Door zijn hoofd omlaag tegen de borst te drukken en zijn staart weg te draaien, zorgde hij ervoor dat hij precies op een lange houten bank leek. Al gauw kwamen er 2 jongens en 2 meisjes aan, die manden met eten droegen. Ze waren van één en dezelfde familie en hun moeder had gezegd dat ze samen buiten mochten gaan picknicken. Aan welke tafel zullen we gaan zitten? Vroeg een van hen. Laten we die nemen, met die mooie bloem erop, zei een ander. De reuzenkrokodil hield zich zo stil als een muis. Die eet ik allemaal op, zei hij tegen zichzelf. Ze zullen op mijn rug komen zitten en ik draai bliksemsnel mijn kop rond. En dan is het happen, kauwen, knabbelen, geblazen. Plotseling schreeuwde een luide, zware stem uit het oerwoud. Achteruit, kinderen! Achteruit! Achteruit! De kinderen stonden stil en staarden naar de plaats waar de stem vandaan kwam. Toen kwam met veel gekraak van takken Slurfy, de olifant, uit het oerwoud gestormd. Oh, dat is geen bank waar jullie op wilden gaan zitten, bulderde hij. Dat is de reuzenkrokodil die jullie op wil eten! Slurfy draafde naar de plek waar de reuzenkrokodil stond en in een flits sloeg hij zijn slurf om de staart van de krokodil en zwaaide hem de lucht in. Hey, laat me los, gilde de reuzenkrokodil die nu ondersteboven bengelde. Laat me los, laat me los. Nee, zei Slurfy, ik laat je niet los. We hebben allemaal meer dan genoeg voor jouw slimme streken. Om de krokodil in de lucht rond en rond te slingeren. Eerst slingerde hij hem langzaam, toen slingerde hij hem vlugger en vlugger en vlugger en nog vlugger. Al gauw was de reuzenkrokodil niet meer dan een vage cirkel rond en rond de kop van Slurfy.
Plotseling liet Slurvy de staart van de krokodil los. En de krokodil schoot de lucht in als een reusachtige groene raket. Hij ging omhoog en omhoog, hoger en hoger, sneller en sneller. Hij ging zo snel en zo hoog dat de aarde al gauw nog maar een klein stipje ver onder hem was. Hij suisde verder en verder. Hij suisde verder ruimte in. Hij suisde de maan voorbij. Hij suisde sterren en planeten voorbij. Tot tenslotte... Met een allerverschrikkelijkste bonk botste de reuzenkrokodil hals over kop tegen de gloeiend hete zon. En sissend verschroeide hij als een worstje.